Dan komt zo, mijn vrouw heeft zich onlangs van mij laten scheiden. Het begon allemaal met een alcoholprobleem. Ik zei op een avond tegen mevrouw, Aaltje, zullen we weer eens gezellig ouderwets naar het café gaan? Ja, zo Aaltje. Eenmaal in het café nam Aaltje een jenever en ikzelf nam een cola en een jenever. Dat doe ik wel eens vaker, bestel ik een cola en een jenever. He, eerst even iets voor de dorst en dan zo'n lekkere cola erachteraan. Een tafeltje verderop zaten onze buren. Die zeiden, die twee jenevers zijn voor ons hoor. Ik zei, dank u, proost. Maar die buren bleven ons maar jenevers aanbieden. Dus op een gegeven ogenblik zei Aaltje tegen mij, heb jij eigenlijk al een keer wat aangeboden? Ik zei, ja hoor, ik heb net aangeboden om er wat kalmer aan te doen. Ter onnuchtering bestelden we koffie. Wilt u oude of verse koffie? Ik zei, nou, oude koffie is ook wel goed hoor. Dan moet u even geduld hebben. Zei, nou, dat geeft niks. Brengt dus ondertussen maar weer twee in even. Of weet u wat, doe die maar een rondje voor de hele zaak. Tenminste, als ik u niet te veel op kosten jaag. Wie rijdt er eigenlijk, vroeg Aaltje. Ik zeg, nou, ik heb me net moed ingedronken, dat lukt me wel. Even later trap ik het gaspedaal in en de auto rijdt zinderogen achteruit. Zo, zegt een voorbijkomende agent, maar dat is een beste deuk. Zeker gedronken? Mijn man heeft geen alcohol nodig om zijn auto door los te rijden, zegt Aaltje. De blaaspijpjes waren op en als alternatief moest ik op een witte streep gaan staan. Ik sta zo'n tijdje op die witte streep. Eindelijk zegt de agent tegen mij, zo, kijk eens aan. U staat keurig rechtop. Ik zei, ja, vind gek, ik sta stijf aan de drank. Meent u dat, zegt de agent, meent u dat? Ik zei, nee hoor, dat was maar een grapje. Ja, ik maak altijd een grapje als ik een borrel op heb. Wilt u de bloedproef ondergaan? De bloedproef? Ik heb niks gezegd. Dus, zei de commissaris even later op het bureau, u heeft de bloedproef geweigerd. Ik zei, nee hoor, ik was gewoon te dronken om ja te zeggen. Dan zult u toch een nacht hier moeten blijven. Haal uw zakken maar leeg. Afijn, ik haal mijn zakken leeg. Ja, ik heb net mijn rijbewijs laten verlengen. Ik haal mijn zakken verder leeg. Komt er een aansteker van Jap Jum tevoorschijn. Mijn vrouw wordt ontzettend kwaad. Jij rookt weer. En ellendige gezuifvrouw, daar ben ik ook zat, ja? Oh, niet, mijn vrouw, niet kwalijk. Weet je, ik ga weg en ik kom nooit meer terug. Ik knip hem wel. De volgende ochtend bel ik in paniek naar huis. Ik krijg een wildvreemde kerel aan de lijn. Ik zeg, wat moet jij bij mijn vrouw? Ik moet oppassen. Jij moet zeker oppassen, waar is mijn vrouw? Uw vrouw is er niet, maar ze heeft wel een adres achtergelaten. Blijkt het adres te zijn van het vrouwenhuis. Ik naar het vrouwenhuis. Ik kom daar bij het vrouwenhuis, ik bekijk het gebouw zo een beetje. Ongewassen gordijnen, stof voor de vensterbanken, ramen niet gelapt. Ik denk, dit kan geen vrouwenhuis zijn. Maar ja, je kunt nooit weten, dus ik bel aan, doet Aaltje open. Ik zeg, wat doe jij hier? Ik leer voor mezelf op te komen. Meekomen, dan kun je thuis ook wel. Aaltje bleef wekelijks contact onderhouden met het vrouwenhuis. Op een avond komt er politie bij ons aan de deur. Meneer, de bus met vrouwen waar uw vrouw deel van uitmaakte, is op weg naar een vrouwencongres met alle inzittenden verongelukt. Aaltje! Aaltje, kom eens hier. Waar had jij vandaag naartoe gemoeten? Aaltje kijkt me onthust aan en ze zegt, ik ga nu echt weg, ja. Ik ga
nu echt weg. En ik kom nooit meer terug. Zo bleef ik helemaal alleen achter. Helemaal alleen. Met de kooi.